Helemaal leuk jullie kijken naar een nieuwe video van mij, Fire Canoe. We gaan vandaag verder met de campaign van Call of Duty Advanced Warfare. We zijn op dit moment bij missie 2 aanbeland. En we krijgen gelijk een filmpje, dus laat ik even mijn mond houden. En dan weten jullie wat ons te wachten staat. Why is one man spared while another taken? To this day, I couldn't give you an answer. But death comes for us all. Eventually. When you lose over 6,000 men in 4 hours, it's easy for one death to become just another number. But all I knew was my best friend was gone, and that part of me wished I had been taken instead. The dead? And they've settled their debts. It's up to the living to pick up the tab. And so it is time to say farewell to Private William Robert Irons, a man I had the privilege and honor to have under my command. A life is only important in proportion to its impact on the lives of others. By this standard, Private Irons ranks among one of our very best. Holy shit. Atlas, Exotype, Specialist, Riot Shield, Overdrive en Stim. He leaves behind family, friends, fellow Marines, and a grateful nation. Ik volg hem maar even. Mensen nemen afscheid. Er zit in ieder geval een krachtig verhaal in Call of Duty Advanced Warfare. En ja, je leeft toch een beetje mee. Press X to pay respect. Zelf, volgens mij had ik mijn arm in een Mutella. Of ik had alleen een stompje. Nou ja, ik kan mijn eigen armen nooit zien. Zelfs als je dat je benen, die kan je ook nooit zien. Maar ja, follow. Sorry, Mitchell. Will was one of our best. Look, we take care of our own. If you ever need any... Excuse me, Private Mitchell. I'm Jonathan Irons. I'm Will's father. Mr. Irons, I'm sorry for your loss, sir. I'm sure you are, sir. Oh. Private Mitchell, you were Will's best friend. You both paid too high a price for your country. It was an unfortunate tragedy, sir. It was more than unfortunate, Sergeant. It was unnecessary. Son... I want to offer you a second chance. Mr. Irons, Mitchell's been discharged with his injuries. I'm aware of his injuries, Sergeant. At Atlas, we have prosthetics that are 20 years beyond anything the military could offer you. Will told me what kind of soldier you were. You deserve to fight for a military that's as effective as you are. Think about it. Ik zag het al aankomen. Sergeant. Ondertussen wordt er op de achtergrond wordt er geschoten. En holy shit, dat visitekaartje was wel heel vet. Zo'n visitekaartje wil ik later ook wel voor mijn camerawerk. Ja, we zijn weer in de echte area. Ik speel nu voor Atlas, zoals je ziet. Het staat ook op mijn wapen. En ja, voor de mensen die de eerste missie hebben gekeken. Toen vertelde inderdaad die gozer die nu dood is over zijn vader dat hij voor Atlas werkte. Dat hij de baas daarvan was. En... toen vroegen ze nog van waarom werk jij niet bij Atlas? Nou, voor mij is het nu mijn taak om deze gastje uit te schakelen. Hoe kunnen we het doen? Op de sneaky manier, hoe dichtbij ik kan komen. Kijk, ik denk dat ik hem even ga voor de headshot. Een hybrid sight, toggle hybrid. Oh, dan kunnen we hem wat makkelijker raken. We gaan voor de headshot. 3, 2, 1. Nou, dat is mooi gelukt. Er komt er een aanrennen met een lampje. Ik wil niet dat hij gaat schieten. Goed zo. Want ja, als hij gaat schieten, dan worden waarschijnlijk de vijanden in het huis allemaal gewaarschuwd dat wij eraan komen. En dan hebben we denk ik een groot probleem. Zal ik daar ook iemand staan? Volgens mij wel. Ja, oh, er zijn er meerdere. Ik weet niet of het zo handig is om op te schieten. Weet je, laat ik me gewoon luisteren naar mijn objective. Dat heb ik ondertussen wel geleerd in Call of Duty. Niet luisteren naar objective betekent je dood.
Dus, als we het zien, zijn hier nog meer teammates van mij. We kunnen verder. Ergens heb ik het gevoel dat achter deze deur wel enemies verstopt zitten. Tro. Nee, there we go. Flashbang. Oh nee, het is geen flashbang. We kunnen precies zien waar de enemies zitten. En die kunnen gewoon zelfs door de deur heen schieten. Kijk, dit noem je dus high-tech weapons. Oh, oké, okay, dat ging wel redelijk makkelijk. Dus we kijken of ze nog leuke wapens hebben. Ik heb al een AK. Een AK met een scope. Ze hebben allemaal geen silencer, dus eigenlijk heb ik er allemaal niet zoveel aan. Want ja, daar hebben ze me gelijk door. Ik moet hier volgens mij iets planten. Oké. Een mute charge. There we go. Ik zie hier ook nog een enemy staan. Yes. Die hoort bij ons? Nee. Oké, opgelost. We're an Atlas rescue force. Can you authenticate? Zulu Tango. Oké. Please keep your head down and stay close. Oké, dat is de president. Natuurlijk moeten wij weer de president gaan beschermen. Wat de hell is dat? Oké, dat is natuurlijk ook high-tech dingen van de tegenstanders die op dit moment door het gebouw heen scannen om te kijken of wij hier zijn. Nou, hij heeft ons niet gezien, dus we kunnen verder. Of misschien is hij gestopt. Zullen we kijken, waar is hij heen? Voor mij is hij weg. Wow, het was een drone was het inderdaad, dat zei hij nog. Oh shit, er zijn er heel erg veel. Hoe de fuck gaan we dit doen? De granaatje dan maar. Of hebben we een andere oplossing? Vertel. Joker. Oké, ik denk dat we gewoon nog moeten gaan schieten. Ik denk dat het gaat veranderen in een grote firefight. Ik zie daar ook wat enemies staan. Ik weet niet of ik een granaat heb. Ja, ik heb een granaat. Er staat smart op. Ik weet niet wat precies wat doet, maar ik gooi het maar die kant op. Oh, there you go. Voltreffer. We hebben de enemies in ieder geval gelijk allemaal afgeleid. Want ze zagen natuurlijk het explosief ontploffen daar beneden. Oh, dat was mijn arm die een beetje storing begon te krijgen of iets. Natuurlijk heb ik nu een prothesearm. Want, ja, zoals jullie net zagen aan het begin. Holy shit, hij gooit gewoon een granaat terug. Hij heeft wel lef. Maar zoals jullie hebben gezien aan het begin, ben ik die kwijtgeraakt. Ik zie hier ook wat liggen. Ik weet niet wat het is. Ik ben er maar gewoon overheen gelopen. Waarschijnlijk ammo. Maar we kunnen verder lopen. De enemies zijn uitgeschakeld. En we gaan naar deze trap. Oh shit, er komen er heel wat meer bij. We kijken of nog zo'n granaat zijn werk doet. Maar je kan natuurlijk niet alle enemies daarmee uitschakelen. Er zit aardig wat hier onder aan de trap. We spelen voorzichtig. Ik speel niet op het hoogste niveau of zo, maar... Ik moet opletten. Ik moet hem volgen en ik ging alweer vooruit. Nou, de rest heeft me geholpen. De president loopt daar rond. Had die jongen even een kogelvrij vest gegeven? Dat was toch iets veiliger geweest, maar ja. Eens even kijken. We moeten hier een open veld in. Ik ben niet zo fan van een open veld. Ik ga ook maar liggen. Waar komt daar een auto aan namelijk? Ik weet niet wat dat voor knopje was. Maar als ik naar rechts drukte, deed ik wat. Oké, ze zien ons gelukkig niet. Laat hem maar rustig doorrijden. Oké, we kunnen verder. We lopen rustig verder. Of rustig, we rennen verder. Ze mogen ons natuurlijk niet zien en we moeten maken dat we wegkomen. Want als ze daar nu dat huis in gaan, dan hebben ze waarschijnlijk door dat iets niet klopt. Dan liggen er wel dode vrienden van hun. En ik denk dat ze dan wel groot alarm gaan slaan. En hun gegijzelde president te zeggen. Ik hoor weer dat er geschoten wordt. Dus laat ik mijn teammate even helpen. There we go. Ik zie daar nog een... iemand aankomen. Ik weet niet wat er met mijn arm aan de hand is. Jullie hebben die arm van mij geregeld. Oh shit. Oh, dat is onze auto. Oké, er komen intussen nog meer enemies aan. Ik zie de lampjes door de rook heen. We hebben ook een mooie granaat voor, namelijk deze. Hiermee kunnen we precies zien waar de enemies zich bevinden. En zoals je ziet, zit er één daarboven. Weet je, ik doe de auto vast open. Het zal handig zijn als jullie de deur open doen voordat ik kan instappen. Oh shit, ik word neergemapt. De president? Sloppy Mitchell. Is doodgeschoten? You're a dead man. Uh-oh. Reset!
Reset. Excuse for equipment failure. Best weapon you have is the one between your ears. Use it. Holy shit. Wow, ik was gewoon in een testing facility van Atlas. Hier werd ik getraind. Oké, dit is echt vet. How's my boy doing? He's a work in progress. Well, keep working. This is a great soldier. Ik ben awesome, man. Kijk me eens even wat liever aan. Jump in. I'll give you the tour. Oké, we krijgen een tour. Volgens mij door het hoofdkwartier van Atlas. Ik moet zeggen, ik vind deze singleplayer nu al extreem pakkend. Oh, ik moet natuurlijk aan de andere kant instaan. Ik denk, ik loop netjes om. Dan kan hij daar. Maar oké. Ik ga zitten. Laat maar erin. Hup. Here we go. Ik vind de singleplayer nu al redelijk pakkend. En ik zeg eerlijk, de laatste paar singleplayers van Call of Duty Games niet heel erg actief heb gespeeld. Ik ben voornamelijk een multiplayer iemand. Ik hoor daar een... Holy shit, dit is echt cool. Dit is een huge facility. We brengen Mitchell over naar R&D. Get the sim prep for another run. You got it, boss. Ondertussen gaan ze verder met de simulatie zonder mij. Ik denk dat ze mijn arm gaan fixen. What you're seeing is advanced warfare. Atlas has the single largest standing military in the world, but we answer to no country. Unlike the government, we don't keep secrets of our capabilities. We don't sell policy, we sell power. We are a superpower for hire. Inderdaad. Oké, die tank is ook echt best wel brut. Contractors noemen we dit. Mensen die ingehuurd worden voor oorlog. Atlas has built infrastructures in places like Korea, Sierra Leone, Nigeria. We do in a few years what it takes governments decades to accomplish. In fact, the truth is, we're often more effective than the governments that hire us. As my son found out the hard way. Yep, helaas. Ze zijn aan het trainen met de exosuit. En het komt natuurlijk, hun hebben veel meer geld, want ze dik betaald worden voor hun missies. En ja, dan kan je dit soort gekke dingen wel betalen. Er vliegen hier echt allemaal vette dingen rond. We zijn aangekomen. Mitchell, I know you're not in this for the money. Remind me a lot of Will in that way. Now go get that arm fixed. Dank u wel. Waar moet ik heen? Kijk, uitleg waar ik heen moet. Oh, ga je helpen. Over hier. Tactical Training Facility. Voor mij is het de plek waar alle nerds zitten. Oh, nee, ik zeg helemaal niks. Ze hebben hier gewoon een klimmuur. Nou, het ziet er in ieder geval uit dat deze soldaten goed getraind worden. We volgen meneer Gideon. We've developed two types of exos. Assault and specialist. Each has a primary and secondary ability. Assault is equipped with boost jump, as well as sonics for crowd control. The specialist exo you're wearing has a built-in shield, in addition to overdrive capability. Technicians waiting for you. Nou, het wordt gelijk wel even goed getest. Je krijgt gelijk een turret die op je begint te schieten. Nou, het is een manier om te trainen. Dus even kijken. Let's see what's going on with that arm. Oh, hello. Please, step over here. Go ahead and place your arm on the table. Maar hij kijkt iemand anders aan terwijl hij praat. Kijk mij dan aan. Nou ja, oké. Ik leg mijn arm neer, alsjeblieft. Zorg er wel even voor dat het geen pijn doet, alsjeblieft. Ziet er al pijnlijk uit. Oké. Just gonna run some diagnostics. Try and move your arm for me, please. Ja. Hij beweegt. Making a small adjustment. Hang on. Okay. Again, please. Ja, dan waarschijnlijk is hij nu in één keer heel snel. Ah ja, dat voelt al beter. I think I see the problem. One more time, please. Kijk. Kijk eens aan. Alright, you're good. But I recommend some trigger time to check the calibration. Het zal echt super vet zijn voor mensen die inderdaad ooit in hun leven een arm kwijt zijn geraakt. Bijvoorbeeld door een ongeluk of een ziekte. Als het mogelijk wordt om zo'n robotarm te ontwikkelen
die precies zo snel en makkelijk reageert als in dit spel. Maar waarschijnlijk zeggen we nu dat kan niet, maar dat weet je maar nooit. Op een gegeven moment sluiten ze die dingen gewoon aan op je zenuwen. Voor mij zijn ze zelfs al mee bezig. Hier wordt vet. Ik vind het wel echt vet dat we hier in de basis mogen rondlopen. Van Atlas. En ja, wanneer deze game nog niet uit was, waren ze heel geheimzinnig met wat Atlas was. Maar daar zijn we dus nu achter gekomen. Dit is Atlas. Nou, die hadden allemaal vette guns. Die ik best wel een keer mee zou willen nemen. Maintenance. Holographic range. Oké. Nou, vertel. Mag ik hier een gun pakken? Welke mag ik kiezen? Oh, ik kan meerdere kiezen. De bal ken ik van de multiplayer. Laat ik gewoon de bal pakken. There we go. Use it if you need a tactical advantage. The overdrive battery burns up quick, so use it sparingly. Oké, dit zijn de high scores. Nou, whatever. We gaan dus uitproberen of ik het nog kan. Activating target training. Begin round one. Mag ik al schieten? Oh, voor mij mag ik al schieten. Okay, there we go. Dat is wel vet. Nee, voor mij werkt overdrive in de multiplayer toch ietsjes anders. Want dan kan je natuurlijk geen slow motion hebben. Oké, okay, there we go. Was dat goed? Begin round two. Oh shit. Oh, oeps. Sorry. Natuurlijk kan je in de single player ook gewoon heel... Oh, dat was niet handig. Heel goed gebruik maken van de auto-aim op je wapens. Ah, man. Alleen het werkt heel anders als de multiplayer, want in de multiplayer is je auto-aim niet zo krachtig als hier. Als je hier gewoon rug richt, dan voel je hem gewoon volgen. En daar probeer ik even gebruik van te maken, waardoor ik net wat misschoot. Kijk hier, dus niet. Als je gewoon inzoomt, dan voel je het gelijk. Oh, reload. Jullie denken waarschijnlijk nu wat een noob, maar... Oh. Ik heb net een beetje Halo gedaan. En dat is best wel vet. Alleen je aim wordt er niet echt heel veel beter van. Ja, mooi. Ik ben er blij mee. Dank u wel. En we gaan verder. Over to the grenade range. Nou, ik denk dat ik daar niet heel veel fout kan doen. Zie je de grenade lane? Range? Kom. Mag ik hier een granaat gooien? Of hier? Oké, nou ja. We gaan naar de granatenrange. Ik denk dat het hier is, want hier zien de gebouwen inderdaad een beetje beschadigd uit. Activate the console. Activate the console. Oké, there we go. Wat hier doen? Yes. Toss a threat grenade. Nou, deed ik het goed? There we go. Ja, dat zag er toch anders uit. Good. Run it again for a real challenge. Of de Semtex. Oké, dan gaan we nu het echtje doen. Die schieten we gewoon neer. Daar gooi je een smart grenade op. Daar gooi je ook een smart grenade op. Oh, eigenlijk net die ander. The fuck? Schoot hij nou twee? Oh, zo kan het ook. En daar zit er nog eentje. En dan moet hij die ding ook nog uit de lucht. Maar ik heb geen granaten meer, zo te zien. Ik weet niet of dat uitmaakt. Kan ik nog nieuwe pakken? Lijkt erop dat ik ze daarin verneukt heb. Geen grenades meer. Kan ik hier grenades halen? Geef me meer grenades. Oh, nou. Oké. Niet al te best, maar het gaat ermee door. Laten we verder gaan.
In ieder geval mijn arm doet het weer en daar ben ik blij mee. Nou, krijg ik hier dan eindelijk mijn vette guns? Wat? Oh, waarschijnlijk willen ze nu dat ik alles ga gebruiken. Oké, whatever. Waarschijnlijk ook hier gewoon een test area ingebracht ofzo. Wat is dit voor gun? Lijkt me op een shotgun. Ik wil gewoon... wat hebben ze nog meer? Ik neem gewoon de ball custom wel. Ja, there we go. Oké, ik denk dat we nu nog een echt parcours gaan. Dus nou moet ik even laten zien hoe goed ik ben. We gaan omhoog. En ik pas heel even... Nee, mijn sensitivity is goed. Oh, hier ben ik nu in die echte simulation area terechtgekomen. Dat was die hele grote dome waar ik net in was. Oh ja. Hey, dit ken ik wel. Oh, ze reageren nu ietsjes anders dan de vorige keer. Oh ja, oké, wacht. Dan moet ik nu geen schild in mijn hand houden. Activate overdrive, there we go. Ah, nou reloaden. Moet ook mijn overdrive niet aanstaan, dus zonder mijn overdrive. Ik speel toch liever gewoon de old school manier. Even kijken, waar hebben we... Daar nog een enemy achter een steen zitten. Daarboven ook. Hebben we nog een overdrive? Nee, mijn overdrive kan ik niet alweer activeren. Het zijn er in ieder geval iets meer als eerst. Maar we hebben hier ook een hele mooie sensor grenade. Als ik die neergooi, kunnen we precies zien waar alle enemies zitten. Bam, there we go. Dat maakt het weer een stukje overzichtelijker. Ik heb een achievement geunlocked. En we zullen straks kijken wat die achievement betekent. Maar we gaan nu proberen het huis opnieuw binnen te komen. We doen deze keer op een andere manier. Daar ben ik wel blij mee, want anders wordt het ook saai. We gaan deze deur gewoon eens even breachen. Even kijken. We schieten ze gewoon allemaal neer. Eigenlijk had ik ook mijn sensor grenade eerst kunnen neergooien om te checken of er nog meer enemies zaten. Maar dat vond ik niet nodig. Nou, there we go. Zou de president in dezelfde kamer zitten? Ik denk het wel. Misschien toch even sensor grenade neergooien. Misschien dat we mensen nu door de muren heen kunnen zien. Lijkt me redelijk leeg. Dus ik ga door. Ik open. Ik wou de deur openen, maar hij zit daar waarschijnlijk niet meer in. Het is een nieuwe simulatie. Hetzelfde gebied. Media room. Oké. Moeten we hier naar binnen? Het lijkt me op een slaapkamer. Moeten we hierheen? Is de douche? Nee. We moeten hier gewoon de deur breachen, zo te zien. Ik denk dat hij hier wel weer opnieuw binnen zit. Ik denk dat er ook weer wat aardig wat enemies zitten. We hebben weer een slow motion. Er staat er één bij het raam. Nou ja, dat is natuurlijk gelijk de mijne. Degene die, met de gegijzelde, die is natuurlijk een van de belangrijkste. Voordat hij de trigger overhaalt als hij ziet dat ik zijn vrienden neerschiet. Nou ja. Opgelost. Mr. President, we're here to Hallo, president. Need your authentication code. Alpha Zulu Tango. Confirm. Oké, nou, u mag opnieuw mee. Atlas 01, be advised. We are detecting a large QRF approaching your position. Oké. Dus gaan we waarschijnlijk nu weer de ramen scannen hier met een drone. Oh shit. Deze keer begint hij te schieten. Nou, we kunnen gelijk zien waar hij zit. Nou, hij lijkt weg te zijn. We moeten weer naar beneden. Het zat daar net helemaal vol met enemies, maar... Deploy your drone. Heb ik ook een drone? Ik moet deploy the drone. Ik moet even een veilige plek zoeken. Oh ja. We hebben zelfs een assault drone. There we go. Gooi hem de lucht in. Kan ik hem besturen? Yes, ik kan hem besturen. Dat vind ik leuk. We zorgen dat mijn teammates veilig blijven. Friendly fire will not be tolerated. Oeps, sorry. Oké, we gaan het nog een keer doen. Ik ga gelijk hier het hoekje om. Om ervoor te zorgen dat ik mijn drone de lucht in kan laten. Pijltje naar links was het. Heb ik nou geen drone meer? Of moet ik eerst wachten tot ik die melding krijg? Ja, ik moest eerst naar het triggerpoint lopen. Dat vind ik nou een beetje jammer van een game. Dat zie je steeds meer games. Nou ja, dat is eigenlijk redelijk normaal. Maar ik vind dat altijd iets waar ik me aan irriteer. Omdat je eerst langs een bepaald triggerpoint moet lopen. Voordat je pas iets krijgt. Helemaal als je het al opnieuw hebt gedaan. Dan weet je wanneer het komt. En dan wil je het altijd net wat sneller doen. Als dat je het de eerste keer deed natuurlijk.
Er loopt daar ook een auto voor mij om uit te schieten. Of een turret op een auto. Ik weet niet of ik die kapot kan schieten. Ja, there we go. Want dan gaat mijn drone tenminste niet kapot. Ik weet niet hoe lang deze drone in de lucht blijft. Maar hij houdt het tot nu toe redelijk lang vol. Nou, de area is clear. De drone die is weg. En we volgen mijn squadleader maar. Richting... Ja, ik denk dat er weer een autootje komt straks om ons op te pikken. Maar het is wel vet, zoals je ziet. De simulatie is deze keer anders. En we zitten hier dus in een soort van koepel eigenlijk. Maar je merkt helemaal niks van. We volgen mijn grote vriend Gideon. Oké, waarschijnlijk zou dit ook alweer iets anders lopen als net. Deze keer in ieder geval zonder storingen in mijn exo-hand. Oké, dit ding is van ons inderdaad. Deze keer hopen dat het goed gaat. Deze keer heeft hij de deur niet op slot zitten, hè? Deze keer is meneer Snugger. Nou, president, gaat u maar zitten. En ga maar weg. Oké, en wij moeten het zelf maar uitzoeken, blijkbaar. We worden gelijk beschoten. Ik weet niet van waar, dus daarom gooien we maar deze granaat. En we zien dat daar heel veel enemies zijn, maar die waren iets out of range van mijn grenade. En dat ziet er niet goed uit. Dit ziet er helemaal niet goed uit. Laten we hopen dat dit ding ook wat kan doen op die afstand. Nee, hij gaat voor de drones. Ga dan voor de auto. Hij gaat niet voor de auto. We gaan nog een keer een granaat gooien. Hopelijk gaat hij deze keer wel op de enemies. Bam, op de auto. En we hebben air support, dus ik denk dat het nu wel goed gaat komen. Waarschijnlijk is dat hetgene dat ons hier vandaan gaat halen. We wachten tot hij landt. Hij landt. Het lijkt me veilig, maar mijn vrienden blijven nog zitten wachten. Kunnen we erheen? Ja, yep, we kunnen erheen. 30 meter. Ondertussen pakken we even natuurlijk alle ammo op. Dat scheelt ons weer kogels. Ook al is Atlas super rijk. Waar zijn die andere teammates? We waren toch met meer net? Oké, whatever. Ik weet niet waar ze gebleven zijn, maar... Wie hebben we hier? Welcome to Atlas. Oké, there we go. Ik hoor nu officieel bij Atlas. En ik denk pas dat je na de missie 2 pas echt kan zeggen... dat de campaign gaat beginnen. Ik zie ook een X staan voor upgrades... Laten we even checken wat het is. Ik kan hier mijn exo-pak kan ik upgraden. Ik heb 4 punten. En eens even kijken wat voor dingen we kunnen unlocken hier. We hebben resistance. Reduced explosion damage bij 25%. Oké, dat is wel handig tegen granaten en zo. Lethal grenade. Increase lethal grenade capacity by 1. Oftewel, oké, de 2. Increase sprint. En ik heb een achievement ontgrendeld. Welcome to Atlas. Nou, bedankt. Sprint. Increase sprint time bij 50%. Oké, langer rennen. Battery increase your exo ability use by 1. Voor mij is dat wel handig, want dan kun je net wat langer je ability gebruiken. Increase reload speed 25%. Reduce weapon kick by 10%. En de rest die kan ik nog niet. Maar ik denk dat dit wel een hele goeie is. Normaal als ik hem bij 40% krijg. Dus waarschijnlijk moet ik hem daar 2 keer voor upgraden voordat ik die kan krijgen. Dus ik stop 1 punt sowieso daarin. Kick is heel belangrijk. Dat je dat zo min mogelijk hebt. En ik krijg daar ook weer een achievement voor. Dankjewel. Resistance. We kunnen hier... ik doe er ook 1 in, want ik ga altijd wel dood door granaten. Ik ben niet zo handig daarin. Exopak, super belangrijk. En 1 punt nog over. Ga ik die stoppen. Increase sprint time bij 50%. De vraag is, krijg je dat pas als je er 2 in hebt zitten of als je er... gewoon 1 in heb zitten. Volgens mij... Nee, het wordt gewoon meer. Dus sprint of granaat of reload. Reload vind ik belangrijker. There we go. Ik heb mijn eerste unlocks hierin gezet. En als ik nieuwe punten krijg, jongens, laat even weten in de reacties waar ik mijn volgende punten op moet inzetten. En ja, wat is jullie idee daarin? Ik zie hier ook nog allemaal extra's. Maar dat zien we in de volgende video. Ik druk op next mission. En de volgende video komt er best wel weer snel aan. Ik denk, nou ja, voor dit weekend nog. Want morgen, voor de mensen die dat interessant vinden, je kan me volgen op Instagram. Daar zet ik waarschijnlijk wat foto's op. Mijn Instagram staat in de description. Maar morgen ga ik naar Video Games Live. En dat is een soort van concert met game muziek. En ik neem ook mijn camera mee, dus ik ga ook vloggen. Komt helemaal goed. Ja,
Dit was hem in ieder geval weer. Iedereen bedankt voor het kijken. Vergeet deze video niet te liken als je hem nog niet geliked hebt. En subscribe natuurlijk als je nog niet gesubscribed bent. Iedereen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer maar weer. Laters.